Vluchtelingen zijn vluchtzinnes. Haar verhaal komt nog. We zijn beide vluchteling, dus niemand. Dus we gaan toch het verhaal van Marieke. En ze willen, we gaan geen vluchtelingenverhaal vertellen, toch? Jee. Waarom niet? Ik bedoel, vluchtelingen zijn vandaag de dag misschien niet meer zo blank. We houden ze wel zo onzichtbaar mogelijk. Dit weekend speelt in Rataplan het theaterstuk Marieke Marieke. Over dit nogal verwarrend en complex verhaal had Borgerhout TV een gesprek met de twee actrices ervan. Ik speel als hoofdpersonage Sibylle. Dat is een vrouw die vlucht van Nederland naar Leuven. Maar zij vlucht ook tevens in het klooster een aantal jaren. Ik speel Marieke. Marieke, een Belgische die op haar 16 haar kinderen en haar ouders heeft verloren tijdens de Eerste Wereldoorlog. En zij vlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog ook naar Nederland. Jullie zijn beide gekleurde actrices. Is daar bewust voor gekozen? Ja, in dit stuk is de regisseuse bewust gaan zoeken naar een Vlaamse donkere actrice en een Nederlandse donkere actrice. Dus dat is echt bewust, ja. Waarom? Wel, enerzijds om te spelen met de bestaande clichés die er zijn in twee richtingen. Dus mensen denken, als ze aan het woord vluchtelingen denken, zien ze direct gekleurde mensen. Maar 100 jaar geleden waren dat de Belgen die vluchten uit oorlogssituatie. Maar langs de andere kant ook binnen het theaterwereld worden wij ook vaak gekozen voor rollen die je inderdaad kunt plakken op onze huid. En daarom heeft ze het ook bewust gedaan. Om te laten zien dat zij dat ook een beetje doet, maar we kaarten het ook aan tijdens het stuk dat wij ook gewoon een Marieke en een Sibylle kunnen spelen, ja, het is ongeacht zeker onze kleur. Ja, om de toeschouwer wat in verwarring te brengen. Hè? Van, we zien eigenlijk twee Marieke Marieke, hè? Het is toch een Vlaams verhaal, de blanke actrices moeten dat spelen. Vervolgens hebben wij eigenlijk samen ook een andere verhaal erin verweven waarin het vluchtelingenverhaal komt. En daar spelen wij ook mee. En het is wel een soort statement, want we kunnen geloofwaardig een verhaal van een blanke Belgische en een blanke Nederlandse neerzetten, ongeacht onze kleur. Jullie spelen dit stuk binnenkort in Borgerhout? Ja, zeker. Volgende week, zaterdag om 3:00 middags in Rataplan. En de volgende week is 14 november. Ja, ik zou zeggen, mag dat? Kom, kijken. Ja.